Hallo allemaal, super hartelijk welkom bij een nieuwe Animal Crossing New Horizons Nederlands op Crazy Coon. Super tof dat je weer kijkt. We hebben vandaag een beetje een speciale aflevering, want waar jullie nu naar kijken is footage van de livestream die ik een tijdje terug heb gedaan. Maar ik heb daar topmomenten uitgeknipt van het maken van het vakantiehuis voor onze topper Jeremiah. Vind je dat nou cool en wil je graag meer van dit soort video's zien? Drop dan zeker een duimpje omhoog en laat me in de comments weten voor welke bewoner ik in de volgende livestream een huis moet gaan bouwen. Hallo iedereen, super hartelijk welkom bij een door Noorderlicht gevulde aflevering nou al. Wauw. Ik heb nog nooit bij Animal Crossing gezien dat het Noorderlicht zo duidelijk was. Wat ontzettend, ontzettend cool. Wat een begin. Laten we eens zien wat voor een post we hebben van Hebe. Dit is grappig in Animal Crossing, maar in het echt niet. Ik ben heel benieuwd. Cheddar dacht meteen knapperd en stijlvol toen hij het behang zag. Maar we zitten vol. Nook Academy. De Nook Bank. Even kijken. Oh ja, we hebben wel een heleboel spul bij ons. Gaan we zo direct iets aan doen. Oeh, ja, een gipsverband. Dat is inderdaad natuurlijk grappig. Wauw. Ongelooflijk. De fossielen gaan we zo meteen laten identificeren. En wat ik vooral eigenlijk van plan was vandaag, is om te kijken of we in de Animal Crossing DLC een huisje kunnen bouwen voor een van onze bewoners. Dat is eigenlijk het hoofdplan voor vandaag. Yo Blad, what up man? Je kunt me van dienst zijn door wat analyse te doen voordat we naar Harvey Island en naar ons andere eiland gaan. En ik zal tot na het verkopende pol laten staan. Jeremiah gaat momenteel vrij overtuigend aan de leiding. Hey, dankjewel man. Op naar Brewster voor ons kopje koffie van de avond. Brewster man. Het is inderdaad een mooie dag voor een kop koffie. Komt u maar door. Gewoon zwart graag, dan is hij het lekkerst. De beste bonen perfect gezet in een kopje van het fraaiste porselein. Geniet van je koffie. Nou, als je het zo brengt, kan het niet anders. Cheers. Ik zie er niet uit alsof ik de koffie perfect vind, maar schijnbaar is die perfect. Ik zou er echt niks aan toevoegen. Dat moet je met koffie sowieso niet doen. Gewoon zwart drinken. Geen suiker, geen melk. Gewoon zwart koffie. Oeh, Tom. Wat kom jij doen, man? Yo, Tom. Precies, met een flinke scheut melk. Maar eigenlijk is het zonder lekkerder, Tom. Oh, hij haalt zijn koffie ook to go, natuurlijk. Wat cool. Ik wist helemaal niet dat het kon gebeuren. Als je me wilt excuseren... Oké. En nu? We hebben hier Nook Miles mee verdiend, schijnbaar. Thuiskomen in de til. Oh, we hebben het 10 keer gedronken. We zijn een oppeppende stamgast. Ja, dit is toch een café waar ik wel graag een stamgast ben. Het is gewoon zo gezellig. Goed, onze poll. We beëindigen hem. En Jeremiah stond met klem bovenaan. 34% van de stemmen met Jerry. Where you at, bro? Hey, kijk, jij bent makkelijk te vinden, man. Yes, hey, ik heb vet toffe kijkers. En die hebben besloten dat jij een vakantiehuisje wil.
Dus, ik heb hier iets voor je. In de vorm van een souvenir chocolaatje. Souvenir chocolaatjes, lekker. Ze zijn een stukje ergens anders, maar dan van chocola. Komen ze van het vakantieeiland waar je werkt? Een plek met chocolaatjes is vast erg gaaf, toch? Zo werkt dat gewoon, yippie. Wil je er een kijkje nemen? Wil ik dat? Ik kan haast niet wachten. Yippie, oh, hij is zo blij. Kom op. Oh, yes, oké, goede keuze jongens. Jullie hebben goed gekozen. We gaan ook samen? Yeah. Gevolgd door die dodo. Ik hoor ook ineens een extra trompet hier. Nice. Wauw, we zijn er met Jeremiah die het hier super mooi vindt. Het zand ziet er lekker uit. Eén keer zand eten was genoeg. Hé, hey, is Lijf daar nou ook? Wat doet Lijf daar? Hopelijk vind je kennis het hier leuk. Wat doet Lijf hier? Hij zou een praatje houden over bloemen op school. Hij kan de school niet vinden. Ik kan je er zeker heen brengen. Oh, we hebben ook een schoolbel dus. Hij heeft... Hoezo vooral... Ik let gewoon op, gast. Echt, als docent zeg je dit namelijk. Weet ik uit ervaring... Als mensen niet opletten, dan zeg je... Hey, we gaan beginnen. Piet, jij ook. Zo. Ik was gewoon aan het opletten, man. Ik deed niks. Het kruisen van bloemen. Heel bijzonder, toch super makkelijk. Hele naast een rode heb je binnen de kortste keren oranje. Dit is simpel. Als je een witte naast een rode plant. Ja, roze. Ik. Roze. Dankjewel, man. Bloemen blijven je verbazen. Ze geven ook zoveel vreugde. Wat cool. Blije bloemen. Zelfs een tuin volledig vol planten met zeldzame gekruiste bloemen. Experimenteer, dat is alles. Nog één ding. Onze les is voorbij. Hey, schooldag overleefd, jongens. Hey, we hebben gekruiste... Oh, die kunnen we nu ook hier planten. Dat is vet. Goed. Aan het werk. Goedenavond, Lottie. Wat is dit? Een balie met overkapping. Hebben. Een frituurpan. Hebben. Een plantje. Hebben. Een jurk. Een paspop? Maar tuurlijk, hebben. En dan tot slot de eerste hulp. Kit, hebben. Zo, nu hebben we geen geld meer. Wat dus betekent dat we weer moeten gaan werken. Ik heb nog ruimte over. Ik heb zin om aan de slag te gaan. Tijd om aan het werk te gaan. Let's go! Oh ja, we hadden onze werkoutfit natuurlijk geüpgraded, hè? Dat was ook zo. Oké, Jerry. Waar ben je, man? Ja, tuurlijk. Iets waar je eindeloos kan dutten. Hij krijgt slaap als hij ontspannen is. Ik ben een beetje jaloers dat jij op zo'n mooi plekje mag werken. En ik wou dat ik ook iets te doen had hier. Ik kan je zeker helpen met een vakantiehuisje, Jer. Let's go. En of dit leuk wordt. Als mijn vakantiehuisje een beetje zo zou zijn. De Duthut! Ja, geweldig! De Duthut. We gaan de Duthut maken voor Jeremiah. Ik weet niet wie deze Animal Crossing vertalingen doet. Maar dit is briljant.
echt briljant vertaald. De Dut Hut. Wat geweldig. Oké, waar gaan we Jerry's Dut Hut neerzetten? Ja, ik zou zeggen hier. Of hier? Ik zie wel meerdere opties. Het punt is dat die stukjes buiten natuurlijk voor een Dut Hut niet zo heel erg belangrijk zijn. Maar ik gun Jeremiah wel op termijn mensen die bij hem wonen. Dus we doen het hier. Dan heeft hij een privéplekje bij het water. En hij, ja, ze zijn natuurlijk altijd blij. Dat zegt niet zoveel. Hey, we gaan Jeremiah erheen brengen. Dit komt helemaal goed. En Jerry, dit wordt jouw vakantiehuis. Dit gaat zo leuk worden. Het was toch tijd voor het tussendoortje. Inderdaad, zoals Thijs al zei, eten en slapen. De Dut Hut. Een opblaasbaar bed. Willen we sowieso. Een wekker niet, want het is een vakantiehuis. Een foto van Jeremiah, die hangen we binnen. Kan ik dit niet verplaatsen? Jawel, precies. Kijk, dit werkt natuurlijk nog beter. Kijk, we zetten dit hier neer. Oeh, kunnen we hem nog... Want hij wilde vooral blauwe dingen, hè? Dus... Ik vind dit stiekem gewoon heel cool. Blauw met wit. Zo. En dan moeten we eigenlijk nog een... boom hebben. Kijk, hop. Kan hij daar mooi onder slapen? Deze hier. Deze zo. Dingetje eronder. Hebben we nog een tafeltje of iets? Dan zetten we daar nog een cocktail op. Een boterhamkruk, dat vind ik ook prima. En dan moeten we nog even iets hebben van een... van een drankje. Hebben we een drankje? Ja, een watertap met fruit. Dat is natuurlijk sowieso een optie. En hebben we dan ook zelfs nog de optie voor paden? Hij vond zand zo leuk, zei hij net. Dan moeten we natuurlijk eigenlijk... Ja, dit wil natuurlijk weer net niet... Waar ik aan zat te denken is, we moeten het huis eentje verschuiven. Oeh. Maar ja, het is of dus zo, dan houden we het gewoon zo. Nou, we hebben hier nu in elk geval iets staan. Oké, we hebben natuurlijk dus een blauwe koelkast, een blauwe tafel en een blauwe bank voor de Dut Hut. Oké. Wacht even, kunnen we dit nog groter maken? Yes, we can. Dit is misschien wel heel extreem. Maar dit is niet gek. En natuurlijk wel ramen. Met een loper. Want dat verdient Jerry gewoon. Oké, goed. Even kijken. Die koelkast veronderstelt, en dat is ook natuurlijk logisch, dat er een keuken moet komen. Huisraad. Hebben we ook nog een keukenoptie? Nee. Dus dan wordt het huisraad. Wat natuurlijk niet kan ontbreken is een bed. Even kijken, hij heeft natuurlijk zijn wensen. Dat is dit. Wil hij echt zo'n klein bed? Serieus? Wil het kan? De prullenbak.
Lampje. Zijn eigen foto. Het wordt een slaapding, dus een sterrenwand. Ik zou zeggen een tapijt, om het een beetje bij de blauwe kleur te houden. Hypnotherapie. Oké, voor de mensen die denken, Koen, wat doe je in hemelsnaam? Bear with me, want heb ik een tv die ik neer kan zetten? Het ziet er nog niet naar uit. Ik vond het idee heel cool, maar nu ik het zie staan ben ik niet meer zo zeker. Misschien moet dit ook meer hier. Kan jij meer hier? En hebben we deze en deze. En dan kun je zo naar het scherm kijken. Zo. Ik bedoel, perfect is anders, maar totdat we muren kunnen maken, is dit denk ik waar we het mee moeten doen. Voor eerst. Laten we nog even op Jerry's wensenlijstje kijken. Oh, hij wou wel graag een tv. Nou ja, kijk, weet je, als het ding daar toch staat, kunnen we deze natuurlijk net zo goed gewoon vervangen door de tv. Ik bedoel, waarom niet? Wel even naar beneden. Zo. Natuurlijk zijn eigen foto. En inderdaad, de tip van Laurie om de vloer te veranderen lijkt mij ook geen gekke. Had hij nog een bepaalde vloer in gedachten? Ik geloof niet dat hij een bepaalde vloer in gedachten had. Dat is alleen maar gunstig. Ofwel, oh jawel. Blauwe vloer. Hoppa. Nee, dit is te heftig. We nemen deze. Nog even zo'n keuken. Aan de andere kant, hij wil zelf graag... Nee, hij wilde die koelkast, hè? Ja. Zoiets. En dan hebben we zo iets van een idee van afscheiding. Het is niet geweldig. We moeten natuurlijk ook nog even stoelen hebben voor bij die tafel, natuurlijk. Dat is het enige ding dat ik momenteel nog niet heb. En buiten natuurlijk een zwembad. Dat had ik ook beloofd. Ik ben blij dat je hem mooi vindt, gast. Blauw, natuurlijk. Gedacht, ik weet alleen of het past om op deze manier de vier stoelen te doen. En ik moet iets hebben van een boekenkast, weet ik. Oh. Oké, goed, dat is meer een ding voor bij mij, denk ik. En dan moet er ook natuurlijk nog iets op tafel staan. Even kijken. Jeremiah is meer iemand die van wit brood houdt, appeltaart en chips. En het is gewoon een gezellige kamer wat er gaat dan, denk ik. Kan dit ook op het midden van de tafel? Oeh, dan is dit misschien wel een betere optie. Gewoon de appeltaart hier. En dan natuurlijk nog lampen. Oh, en hij heeft het altijd over beestjes, hè? Misschien moeten we hem een rivierkreeftje geven. Voor op zijn kamer.
Zo. Serieus? Hang je die zo op? Is dat een ding? Ik bedoel, als het een ding is... zou ik zeggen, doe het in de keuken, maar... ah, wel, why not? Zo heel gek ziet het er niet eens uit. Hoewel, jawel, het is niet blauw. Kan ik jou nog blauw maken? Oeh, misschien dat zwart een optie is. Ja. Ja. En die chips in het blauw, dat is best een aardige vraag ook. Even kijken. Paprika chips, die zijn al blauw. Ja, lichtblauw, lichtbruin, blauwgeel. Chocoladekoekjes. Eigenlijk vind ik chocoladekoekjes beter passen. Zo. Nou, we hebben in elk geval een mooi kleurending gaande. En ik zou zomaar lampen vergeten, nog steeds. Wij hangen. Ik vind eigenlijk Jeremiah wel een man voor een peertje. Maar we maken er een schemerlamp van. En hier, als deze er in het blauw is, en dat is hij. Deze, ben jij er ook in het blauw toevallig? In elk geval lichtblauw. Dit past nog beter. Keurig. Zo, we willen er hier natuurlijk ook eentje. En we willen er hier ook eentje. Ja, top! Het is nog niet helemaal klaar. We moeten namelijk buiten nog even het zwembad neerzetten. Mooi natuurlijk gewoon een bubbelbad in de tuin. Dan is natuurlijk alleen de grote vraag, kan die in het blauw? Want dat wil je natuurlijk eigenlijk wel. Als de keuze is wit of zwart, houden we hem wit. Zo, dat is Jerry's bubbelbad. Oeh, en zijn huisje blauw maken is een geniaal idee. Eruit! Want dat kan volgens mij alleen vanuit buiten. Wat kunnen we hier nog allemaal aan doen? Het moet een slaaphuisje worden. Een blauw dak. Met blauw pleisterwerk. Een blauwe deur. Ik geloof dat Jerry flink een blauwtje loopt. Cool. Hey, Jer. We be done. Yeah, yeah. Het is helemaal af. Ik heb er inderdaad hard aan gewerkt. Speciaal voor jou. Tada! Dit. Wat heerlijk. Dat ziet er ook heel cool uit. Met z'n... waarom sta je nou achter die lamp, man? Ik ben blij dat jij blij bent, Jer. Neem een koekje.
Ik wil zeker nog wat rondhangen om foto's te maken. We hebben natuurlijk ook al wat foto's. Laten we eens even kijken. En misschien is die al wel super geschikt. Ik vind deze in elk geval geschikter dan wat we daarvoor hadden. Even kijken, we kunnen Jerry natuurlijk ook andere kleren aantrekken. Als we dan toch bezig zijn met blauw. Wordt hij ook blauw? Zo. Nee! Blijf op die bank zitten, man. Precies. En dan zouden we eigenlijk de foto moeten kunnen maken. Het punt is dat zodra hij opstaat, dat weer lastig wordt. Oké, eens even kijken. Ik wil natuurlijk de handcamera. Oh, dat mag je best nog een keer doen. Oh, hij poseerde best lief. Goed, eens kijken. Deze. Toch nummer 2. Nice. Wij zijn hier in elk geval klaar. Die mooie foto staat al naar het netwerk van Wonderlijke Woningen. En we zijn gewoon klaar. Jerry. Ik ga er weer vandoor. Geniet van je prachtige vakantiehuis. Want hij is geweldig. Heel graag gedaan, Lottie. Nou, Premier. 9000 pokie. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Zit het erop voor vandaag? Of nog niet? En dat was hem dan, toppers. Super hartelijk bedankt voor het kijken naar deze toch wat speciale Animal Crossing video. Ik ben super benieuwd hoe je hem vond. En natuurlijk ook naar wat jij vindt van de DLC. Vond je deze video leuk? Beloon hem dan met een duimpje omhoog. Abonneer voor meer Animal Crossing New Horizons. Deel de video met je vrienden. En dan was ik Crazy Koen. En zie ik jullie heel graag in de volgende video. Houdoe!